Eindhoven kiest nieuwe gemeenteraad. Ook Geldrop Mierlo naar de stembus. En inwoners van 8 stemmen ook voor dorpsraad. Vandaag kon er in Eindhoven de hele dag worden gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op 68 stemlocaties verspreid over de hele stad wordt de nieuwe gemeenteraad samengesteld. De meeste stembureaus zitten in scholen of bejaardenhuizen, maar ook op andere plekken kan er worden gestemd. Vanaf vanochtend 7:30 konden de stemmen de bus in, maar het liep bijvoorbeeld op het station niet meteen storm. Het valt inderdaad nog mee, het komt echt met vlagen binnen. Verwacht je nog veel drukte op het station? Want iedereen moet hier natuurlijk wel vlug. Ja, ik denk het wel. Tenminste, de laatste keer dat ik hier zat was het ook echt... wel iedere keer met vlagen door de dag heen ook druk, ja. Veel mensen die op het station stemden wisten al heel goed waarop dat zou zijn. Zwevende kiezers waren er maar weinig. Wilt u me vertellen wat het is geworden? Voor mij? Waarom wilde u dat weten? Oh, dat mag je wel weten, is SP. Waarom? Omdat ik vind dat er socialer met mensen omgegaan kan worden. Dat er meer werk moet komen en vooral ook dat er voor kunstenaars en voor kunst veel gedaan moet worden. Wilt u me vertellen wat het is geworden? Nee, dat doe ik niet. Nee. Kunt u me wel vertellen waarom u op de partij zonder de naam te noemen heeft gestemd? Wat zijn voor u de speerpunten in Eindhoven? Wat is belangrijk voor u? Nou, voor ons is taxi heel belangrijk. Dus ik hoop u bent taxichauffeur? Ja, dus ik hoop op een lijst die wel onderhand dus voor ons opkomt en toen wij van alle trammeland af zijn. Want dat is tot nu toe veel te weinig gebeurd, vindt u? Heel weinig. Ik ben zelf veel vergaderingen geweest, er wordt van alles beloofd en er wordt niks nagekomen. Dus net laatst zei ik ook weer in een stuk in de krant samen met de carnaval. Dus wij hopen dat we dan echt wel onderhand vanaf zijn door de gemeente echt iets gaat doen. Wilt u mij vertellen waar u op heeft gestemd? Dat wil ik best, ja. GroenLinks. En waarom? Ik vind de leefomgeving wel heel belangrijk. Dat die blijft zoals die is. Ja, groene stad, daar ga ik wel voor. Wat zijn nou de belangrijke punten? Kunt u mij uitleggen, wat vindt u nou belangrijk in een stad als Eindhoven? Want u moet hier toch wonen? Ja, ik heb eigenlijk geen speciale speerpunten zoals je net noemde. Ik stem meer op het algemene beeld dat ik van de partij heb. Geen zwevende kiezer? Nee, dat niet. Nee, al jaren hetzelfde. Er kan natuurlijk nog steeds worden gestemd. Om 9:00 vanavond sluiten de stembussen. Vanaf 9:30 is live op Studio 040 TV en radio de uitslagenavond te volgen.